Henry, we gaan met een druk programma. Ik ga hem bellen. Ga je maar eens in bellen, hebben, dat had hij nog niet gedaan van de morgen. En ik weet dat je daar ben dag. Van. Je dit is van. De voice. Dit is de voicemail. Nou, dat is mooi. Dan betekent het dus dat je dat in vol moet praten. Dan ga ik het nog een keer proberen. Dan stuur ik degene in mijn appie. Dan gaan we even kijken of dat inderdaad nu dan wel even lukt. Ja. Maar ja, ja, zoals je al zegt, Jannes die gaat even bellen. Want we hebben, zitten vol met onderwerpen deze morgen. Dat bent u ook allemaal zo van ons gewend natuurlijk. Henry, weet je wat ook grappig was? Ja. Ik heb ook al eens gebeld. Ik heb ook al eens... Goedendag. Dit is de... Nou, ik heb ook al eens, een huwelijk gehad op die boot. Heel bijzonder. Dat bellen doen we zo, want ik zie ook dat er in ieder geval iemand al ingebeld heeft. Hij is naar zijn speer van Kalenberg. Ik zie allemaal Tap Mariet. En daartussenin zie ik het hoofd van William. Dus ik weet niet waar die is, maar ja, dat gaan we zo beleven. We gaan direct. William. Ja. Ja, je was net in Kalenberg. Daar is het weer mooier als in Belskutslot. Ja, nou, wat ben je dan? Hè? We zijn met zo'n grote drone boven teruggevlogen. En inderdaad, je hebt wel gelijk. En je hebt wel gelijk. En het weer is hier iets minder. Maar ja, Stienwijkerland is ook een grote gemeente natuurlijk. Hè? En ik ben aangekomen bij een heel bijzondere man hier. En dat is Harry Stam. Ben je niet bruis? Nee. Niks met elkaar te maken. Maar ik zeg Harry, een goede morgen. Ik zal hem aanzetten, want dan kijk eens hoe ik het zien. Harry, wat van beroep heb je? Goedemorgen, eerst William. Ja. Ja, ik ben als beroep retailer, erkend natuurbeheerder. Ja, en je herkent natuurbeheerder tegenwoordig als retailer. Want het retail, daar, zoals de meeste mensen wel weten, dat wordt toch wel een lastig beroep. Ja. Dus ik word steeds meer natuurbeheerder en steeds minder retailer. Maar ik ben van beroep retailer. Ja. Ja. En hoe lang doe je dat al, Harry? Ik had 16 jaar was in de school en ik had er totaal geen zin meer in. En er kwam een riethandel bij me. Ja. Dus toen ben ik, ik gaf in 16 bij de riethandel gewerkt. En toen mijn vader wat older werd, die was ook in de retail, die zei van twee. En nou, ik doe een stapje de andere kant erop. Ja. Ik word retailer in plaats van riethandelaar. En sinds, ik denk, 25e jaar denk ik dat ik nou voor mezelf retailer ben. Dat riet waar we bij op de achtergrond zien, dat komt allemaal hier in deze omgeving. Dat komt hier allemaal uit dit gebied. Ja. En ik heb ook gezien dat er heel veel uit Rusland vandaan kwam, hè? Of uit Oekraïne. Ja, er kwam uit Rusland, Oekraïne, Hongarije, Oostenrijk. Maar in Europa kun je toch gerust zeggen dat wij in dit gebied verreweg het beste riet hebben. En dat, best... is ook gewoon bewezen. Ja. Wat is het grote voordeel van een rietendak? Ik vind sowieso de uitstraling vind ik, super. En de warmte die er vanuit gaat en de isolatiewaarden. Kijk, tegenwoordig wordt het wel iets anders met die dakisolatie die er overal bij komt. Maar ik vind vooral de uitstraling. Als je een mooie boerderij hebt, je hebt een mooi dak. Ja, dat vind ik prachtig. De techniek, is die altijd nog hetzelfde beleven van het rietdek? Nee. Ik ben geen rietdekker, maar dat wordt steeds meer... kijk, eerder lag je gewoon op de latten. Maar nu heb je echt alles wordt eerst dichtgetimmerd. Want iedereen is bang voor vocht en tocht. Ja. Dus voor de rietdekker is het verhaal wel iets anders geworden. Maar ja, dan moet je eigenlijk de rietdekker vragen, die weet het precies. Okay. Zeg Harry, kun je me nou eens vertellen, hè? Wat is nou de weg van... Kijk, als ik zo in de butten doe, kijken, dan zien we daar riet allemaal. Wanneer wordt het nou oogst? Hoe gaat dat nou eens in waar? Kun je die katjes even vertellen? Ja, nou, zeg maar, vanaf december, half december, dan hopen we te kunnen beginnen. Dan hangt het heel veel af van het weer. En vooral van de wind. Ja. Want het blad moet er goed af zijn en, dan, en het moet mooi droog zijn. En dan kunnen we van half december tot half april kunnen we maaien. Want dan moeten we voor de vogels weer het land uit. En dan vanaf half april dan beginnen we met het doorbinden, zeg maar. Dat we deze dikkere bossen, zeg maar, omzetten naar 55 centimeter. Dit zijn winterbossen, zeg maar. Ja. En die zetten we dan in het land te drogen. En als ze mooi droog zijn, dan halen we ze naar binnen. Die zijn die zie je achter je liggen. Ja. En dan binden we ze door op 55 centimeter. En dan gaan we voor de verkoop naar de rietdekker en naar de particulier. Dat betekent natuurlijk wel dat je altijd in weer en wind buiten staan, of niet? Ja, maar het weer kan ook heel mooi zijn, hè? Ja, maar in najaar is het in de winter dan niet, hè? Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, als je toch een mooie winter hebt en het laatste jaar is het niet zo, maar de schaatsen vliegen om je oren, dan is dat toch prachtig. Ja. En dan zie ik ze wel eens bezig, zo in het land. Met zo'n ding, dan wordt het afgekampt of zo, hè? Dus zo'n ding draait in de rondte. Dan giet er zo'n bos rietgiet erop. Wat gebeurt er dan precies? Dan gaat de plum eruit of zo? Nou, noem maar je dagje meer leuk, man. Je vertelt nog maar alles wat ligt van club, maar... Ik had het een keer gezien, hè. Het afval, zeg maar, de streugen, we noemen het, de streugen, die kan je eruit. Nou, je kunt die wel zien. Die pluim, die blijven er mooi braaf aan zitten. Ja.
Maar het afval gaat natuurlijk weg. En dan wat overblijft is die mooie harde stengel. Oké. Okay. Ja. En ben je ook, is dat moeilijker, want er zijn allerlei regels met voldoen. Met vogeltjes die misschien nog een nussie ergens in triet hebben, dat je daar een stok bij moet zetten, dat je er niet mee van komt? Ja, absoluut. Je moet steeds meer regelen. Ik krijg vanuit natuurmoment toch wel steeds meer beperkingen. Ja. En dat ook vooral richting de vogel en de flora en fauna vooral. En, eerder mochten we nog vechtswezen de hagelwinden bestrijden. Ja. Dat was heel belangrijk en dat is allemaal voorbij. Dus eigenlijk worden we daar aan die kant toch wel heel erg beperkt in onze mogelijkheden om nog een goed product te leveren. Dus vanuit natuurmoment, zeg maar, die rietlanden, die worden steeds minder. Ja. Want je kreeg steeds minder kans om het goed te bewerken. En de afgelopen jaren is in mijn ogen ook het waterpeil veel te laag geweest door die droge zomers. En is het allemaal verdroogd. Kijk, ja. Nou, als het kalf verdrokken is, dan doen ze het water omhoog. Ja, ja. En zo zie ik dat. Ja, ja. Goed, Arjen, tenslotte mijn les, je riet giet over de hele wereld. Dat hoop ik. Dat vind ik niet zo heel belangrijk. Ik vind dat er een rietdekker is die mooi netjes werkt. En er komt een mooie boerderij. En ik wist soms, dan ga ik er weer naartoe. En dan zie je het eindproduct. En dan mag je trots zijn dingen over wat je doet hier. Dan krijg je een warm gevoel. Absoluut. Ja. Kijk, sommige mensen zeggen, wil je dat altijd zo? Ja. Als nou, Arie, in vervolg, als ik langs een mooie boerderij ben en die dak, dan denk ik aan hoe. Dat is een goed idee. En bedankt, hè. Kijk, okay. Is zo mooi. Dan moet iedereen hier nog zijn. Ja. Prachtige druk. Goed, ja. Jannes. Ja, je hebt er leerd vanmorgen, of niet? Ja, zeker. Hartstikke mooi. En het zijn allemaal Stam daar, hè. Ik vraag me af. Ik denk dat Jaap Stam, die oude voetballer, die komt uit Kamp. Maar van mij ligt zich goed schoon in Belskutsloot. Hendry, mooi verhaal. Prachtig mooi. Dat, en dat Harry Blieders dat Sienriet op dak ligt. Dat weet ik wel zeker, ja, dat hartstikke mooi vindt. Mijn riet ligt op dak. Mijn riet ligt op dak.